Ik wilde deze zo graag winnen, maar ik weet ook dat het klassement belangrijker is. Maar ik wilde wel, ik had van tevoren gisteren gezegd dat ik deze gewoon heel graag wilde winnen als ik me zo goed voel. Ik was eigenlijk echt met vertrouwen naar vandaag toegeleefd, naar de tijdrit. Ik was meer zenuwachtig voor het stuk voor de Zonkerland dan voor de Zonkerland zelf. Ja, de Monte Zonkerland, dat is niet zomaar iets. Hoe heb je hem aangepakt? Ja, volg Molman. Zij bepaalde het tempo en ik probeerde me wel te lossen. Maar ik merkte wel dat ik gewoon net nog wat over had. Dat was echt niet makkelijk. En ik moet zeggen, ze reed echt sterk. Dus, maar was niet moment in het probleem. En toen dacht ik, ja, ik wil deze wel graag winnen. Je leek zelfs nog fris over de streep. Ik had dat profiel goed bestudeerd, dus ik wist wel waar ik mijn aanval moest plaatsen. Ik had wel afgesproken om niet te vroeg te gaan, je wil ook geen risico's nemen. Dus met 3 kilometer te gaan ben ik aangevallen, heb ik aangevallen. Achter jou fietst iemand in het groen uit, jouw ploeggenootje Amanda Spratt. Die pakt hier ook nog een podiumplaats uiteindelijk. Ja, daar was ik heel blij mee, want ik hoorde mij net ook juichen. Ja, het is gewoon dus mijn kamergenoten. We hebben samen naar deze Giro toegeleefd. En een hele mooi verdiende plek. En het is gewoon een hele eerlijke finish. En het is gewoon gaaf om op zo'n mooie berg te finishen. Heel eerlijk. Is het nu binnen? Nee, zeker niet. Morgen valt echt nog een lastige etappe. Maar ik heb hem verkend, dus... We hebben met z'n kent met de ploeg, dus het komt goed.